Welkom bij ANVR TV. Wij gaan het hebben over het ANVR-congres, want dat begint toch al aardig voor de deur te staan. Het ANVR-congres is van 8 tot en met 11 november in Istanbul. En u bent wellicht net terug van vakantie, heeft er nog niet zo heel veel over gehoord. Maar daar gaan we nu wat aan doen, want we praten erover met Frank Oosdam. Frank, het ANVR-congres. Wat is het thema van het congres? Het thema is focus op verandering en focus op de klant. Dat is een vrij breed thema, maar het geeft wel aan waar we ons op gaan richten. Namelijk op de veranderende omgeving en op de klant waar we ons op moeten gaan focussen. En daar hebben we een groot aantal sprekers omheen gezocht. Ja, en voordat we in de sprekers belanden, zullen we maar zeggen. We vliegen er eerst naartoe. Ja. Met wie vliegen we? Ja. Nou, het congres staat het gelukkig niet meer in. De contouren worden niet alleen maar zichtbaar, maar dus gelukkig zijn we bijna klaar. Dus dat hartstikke mooi wordt, heel interessant en ook gewoon leuk. We vliegen met Turkish Airlines, met name ook vanwege de 400 jaar bestaande handelsrelaties. Hè. Dat wordt in Nederland groot gevierd en ook in Turkije. En die 400 jaar in 1612, de eerste keer in 400 jaar nu. In dat kader wordt gedacht van nou, dan gaan we met Turkish Airlines vliegen. En we doen ook nog een deel met KLM. Dus daar zijn we hartstikke blij mee. En het congreshotel, we hebben dit jaar één congreshotel. Ja, daar ben ik ook zo blij mee. Ja, we hebben het hotel is gloednieuw. Het is in maart of zo geopend. Ja. Dus toen wij daar de eerste keer waren, was de bar, nou, de belangrijkste plek met zo'n congres, nog niet klaar. We hebben intussen wel gezien en het is echt, echt super. Niet alleen die bar natuurlijk, maar het hotel is echt heel, heel mooi. Het is het Meridien Hotel in Istanbul. En het is ook een soort flagship store geworden van de Meridien-keten. Daar alle nieuwe tools, alle nieuwe snufjes, de nieuwe inrichting. Die ze een verloop van tijd ook in andere hotels gaan toepassen, die zijn nu daar. Dus het was nog toen we er waren een beetje alsof je in een soort etalage rondliep. Hè? Maar straks is dat gewoon een levendig hotel, wat helemaal aan ons gewijd is. Hè? Want we zitten daar met hopelijk dadelijk 250, 275 man. Ja, hoeveel staan we nu? We staan nu op 100, dus daar ben ik ook hartstikke blij mee. Maar dan is het, zeg maar, het congreshotel ook helemaal vol. Ja, het congreshotel. Ja. Behalve dat we het congres er al die dagen in ieder geval over het algemeen niet houden. Nee. We hebben daarvoor weer aparte locaties bedacht. Ja, dat is een aardige. Kun je daar al iets over zeggen? Het grappige is, dat is een beetje uit nood geboren. Hè. In Boedapest dachten we van toen zaten we te vergaderen, moesten we vergaderen in een soort schoenendoos. En dat vonden we een depressief idee. En toen zijn we dus naar andere locaties gegaan. Ja. Dat is zo aangeslagen dat we dachten, dat gaan we dit jaar ook weer doen. Dan zijn we op één dag na, dat heeft met kosten te maken, want Istanbul is toch behoorlijk duurder dan Boedapest, zijn we erg goed in geslaagd. Dus we hebben twee locaties gevonden die zijn heel, heel fraai. En het zijn plekken waar men als bezoeker in ieder geval nooit komt. En als je een congres houdt in Istanbul en je kan het daar doen, dat is super. Modern. Super. Dan moeten die sprekers natuurlijk nog goed zijn. Ja. Maar alleen al de setting, het is echt, echt top. Sprekers. Ja, sprekers. Je zegt het al. We hebben dit jaar inderdaad eigenlijk alleen maar keynote speakers, zoals je al eerder zei. Ja. Ja. Kun je er een paar uitlichten? Ja, we hebben één ding geleerd, want vorig jaar leek het een beetje op een strafkamp. Hè, want het is zo'n strak schema, hè, ook omdat we op allerlei locaties zaten. En dat was wel een kritiekpuntje wat we kregen. We hebben nu iets meer lucht. We hebben de sprekers iets meer lucht gegeven. Minder sprekers, maar die hebben wel iets meer tijd. Dus we hebben nu, ik denk, een spreker of 9. En allemaal keynote sprekers. Dat zijn allemaal originele, authentieke denkers, geen filosofen, maar wel mensen die heel erg veel nagedacht hebben over hun vakgebied. En het is een fantastische line-up. Ik denk dat we, eens kijken naar de afgelopen jaren, ik denk dat we nog nooit zo'n line-up van sprekers hebben gehad. Ja, want ze hebben inderdaad al wat je zegt, allemaal echt een eigen visie. Ja, we hebben ook heel veel tijd moeten besteden om die mensen ook te pakken te krijgen, want het zijn veel gevraagde sprekers, die spreken over de hele wereld. Maar dat is ons gelukkig gelukt. En op hun vakgebied zijn het gewoon zijn ze gewoon autoriteit. Ja, want er zijn niet alleen nationale, spreken ze over de hele wereld, maar het zijn niet alleen nationale. We gaan een experiment aan. Dat is misschien wel aardig om dat hier te melden. Ja. Over het algemeen hebben wij natuurlijk hele sprekers die heel veel van de materie weten. Op de laatste dag gaan we naar een spreker luisteren die anderhalf uur gaat praten. Dat is een uitdaging. Ja. En als je dat kan, het is ook niet zozeer een presentatie, maar ik denk dat het meer een show is. Het is geen bekende Nederlander, maar een BI'er, een bekende Israëliër, die in Israël in ieder geval wereldberoemd is, maar ook een wereldberoemde guru is op het gebied van creatief denken. Hij heeft één boek geschreven, dat heet Making the Impossible Possible. En we zijn als sector natuurlijk
vind ik oprecht een sector waar heel veel creativiteit zit. Zeker. We kunnen van niets iets maken met weinig middelen. Nou, om dat nog een keer extra te benadrukken, hebben we gedacht, nou moeten we die spreker pakken. En die gaat anderhalf uur een show opvoeren, waarbij die probeert te inspireren, maar ook te motiveren om bepaalde dingen gewoon anders te doen. En daar zie ik erg naar uit. Dus de laatste spreker op de laatste dag en daarna gaan we zuchten, denk ik. Want het klaar is. Op naar de en goed gelukt is. Ja, ja. Het congres is natuurlijk niet mogelijk zonder dat we heel veel sponsoren weer hebben. Ook dat hebben we dit jaar weer gemerkt. We mogen toch echt als ANVR en dus ook als de sector hartstikke blij zijn en trots zijn op het feit dat we toch sponsors hebben die elk jaar aangeven dat ze die branche een warm hart toedragen en dat ze dus op die manier dat congres willen sponsoren. En het is echt, zeker in deze tijden, ongelooflijk dat ze dat ook dit jaar weer gedaan hebben. We hebben iets meer sponsoring dan het afgelopen jaar, daar heb ik alle begrip voor. Maar ook dit jaar zijn we er weer in geslaagd om het prijsniveau om een behoorlijk niveau te houden. Ja. Dankzij die sponsoring. Ja. En dat wil ik ze toch allemaal zal ik op dat congres natuurlijk ook nog doen, uitgebreid. Maar daar moeten we ze echt dankbaar voor zijn. Nou, en die sponsoren, maar uiteraard ook de sprekers en het hele programma, zijn terug te vinden op de website. Ja, www.anvrcongres.nl. Kan je alles vinden. Dus bij deze een oproep. Schrijf u nog in voor het ANVR-congres. Die 2 maanden zijn zo voorbij. Ja. Dus schrijf u nu in ANVR-congres.nl en wij zullen u registreren. Dankjewel. Graag gedaan.